We zijn vandaag dus samengekomen op initiatief van onze beste vrienden en trotse vaders Khalil, Marwan en Joshkun, die boxingclub Temse opgestart hebben. Omwille van de paasvakantie is er ook de mogelijkheid om kinderen, jonge kinderen, hier ook enkele dagen met de paasvakantie te ontvangen en wat trainingen te geven. Ik zou graag in naam van onze club, Boxing Club Temse, eerst en vooral de gemeente Temse willen bedanken om deze zaal te mogen gebruiken. Ten tweede zou ik heel graag de Black Panthers willen bedanken. Dat is een club dat hier jaren kickbox en thaibox training geeft, onder de begeleiding van Guy Mare. Ik wil hem ook persoonlijk bedanken omdat wij hun materiaal mogen gebruiken. Want u weet, de materialen die wij hier gebruiken, dat zijn kostelijke materialen en we proberen er ook zorgvuldig mee om te gaan. We zijn effectief begonnen vanaf nieuwjaar. We zijn toegankelijk voor iedereen, maar omdat het boks een beetje gevaarlijker sport is dan andere sporten, vragen we aan de kinderen dat ze vanaf 8 jaar mogen beginnen. De jongeren van 15 tot 18 jaar en dan hebben we de volwassenen. Die trainen ook altijd mee. We proberen altijd in twee groepen te werken, zodanig dat de gevorderden zelf meer kunnen trainen en hun eigen kunnen ontwikkelen. En de jongeren hun eigen ook kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Op het einde van de training proberen we altijd de gevorderden samen te zetten bij de jongeren. Waarom? Want de jongeren kunnen heel veel leren van de gevorderden. Wij trainen maandag en woensdag van 8:30 tot 10:00. In de zomer zijn we ook van plan om eerst voor de training eens een half uurtje te gaan lopen op de dijk hier in Temse. Dat is heel mooi. We moeten daar natuurlijk gebruik van maken. En dan zijn we al opgewarmd en dan kunnen we direct aan onze oefeningen beginnen. Dus omdat wij nu enkel maar de mogelijkheid hebben om van maandag en woensdag te trainen, maken wij gebruik om beide groepen te mixen. Maar in de toekomst zouden we heel graag hebben dat we dat kunnen splitsen. Dat we er dagen bij krijgen van de gemeente om die splitsing mogelijk te maken.